Gewoon wij, werden kroaten vooral broekt om Bigeliks modder afstien te vervieren. Maar in Tietjerk waren ze goed broekt voor wat oors. Namelijk boeken van de dwarfbibliotheek. De dwarfshoes dat werd verbouwd. En de boekenhoeken, dat zit in het dwarfshoes. En dat maakt verhuizen van het dwarfshoes naar het Lumieren. Dat is een tijdelijk onderkom. 6.000 boeken is ook niet niks. Het gaat dus om maar liefst 6.000 stiks boeken. Dus dat is net in een oerke kleer. We hopen het in 2 dagen te doen, maar ze staan ook op alfabet. Dus we moeten nou wel even een beetje de kappen bijhouden om het goed in valgorde te krijgen. Een heel soort werk dus, maar de vrijwilligers vinden het goed te doen. Ja, het is te doen, rustig blijven en gewoon terug hier. En wat vind je ervan? Is het wat te doen? Ja, prima. Ja, alleen het werd nou wel wat warm. De verwachting is dat de verbouwing van het dwarfshoes ongeveer een jaar duurt. Het is de bedoeling dat de boeken dan op dezelfde wijze weer ombracht worden. Dat hopen we al, want de vrijwilligers vinden dit geweldig. Ja, ze vinden het wel leuke bewegingen, het is net een opgave. Nee, de vrijwilligers werden heel enthousiast toen ze hadden dat het zou gaan. En ze werden ook allemaal manmachtig hier aanwezig.